Ik vind het heel goed en ook heel goed gemaakt, de film. Ja, dat raakt jou. En dat vind ik dat, ja, niet alleen maar mij, maar ik denk dat het meer mensen hebben veel gevoelens daar. Ja, het is eigenlijk gewoon de werkelijkheid zoals het is eigenlijk. En dat vond ik zo treffend eigenlijk. Al die verhalen die in bijvoorbeeld vrouwen te koop komen, aan bod komen. Ja, die zag ik stukjes terug in die film. En dan denk ik, ja, en dat zijn precies de verhalen die de slachtoffers vertellen. En dat vond ik zo goed. Dat het echt, ja, echt een kopie van de werkelijkheid is, min of meer. Ook al is het een verzonnen verhaal in dit geval. Ja, ik vind dat wel heel schokkend. Het is wel heel, ja, hoe moet ik dat vertellen? Dat raakt je wel. En omdat jij herkende diezelfde problemen, dezelfde. En ja, voor mij is dat heel zwaar om te kijken, zomaar zeggen. Ik word niet snel geraakt door dingen wat meespeelt. Maar dit was heel diep film. Ik krijg tranen op mijn ogen, ja. Ja, ik had al het idee dat, ja. Want zij komt ook uit hetzelfde land als het slachtoffer in de film. Ook onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt. Ook een heel klein kindje achtergelaten. Dus toen ik naar die film keek, dacht ik ook meteen aan Anna. Ik denk, ja, ik vond het heftig. Laat staan iemand die dat persoonlijk heeft meegemaakt. En ik herkende vooral die onmacht van die vrouwen in die film. Ja, zo van, wat moet ik doen? Hoe moet ik ontsnappen uit die situatie? Dat komt terug ook in alle verhalen in mijn boeken. Dat je, ja, ze zijn heel verschillende verhalen, maar die onmacht. Oké, je bent erin beland, maar hoe verder? Wat moet je dan doen? Bij wie moet je aankloppen? Vooral als je geen taal spreekt. Wie moet je vertrouwen? Heel veel vrouwen. Ja, want die vrouwen vertrouwen niemand, want ze denken, ja, dat kan een verrader zijn, die stapt naar mijn pooier. Maar ja, er zijn wel hulpverleners en ook politieagenten die je kunt vertrouwen. Maar ja, dat is altijd heel erg moeilijk om te zeggen, ja, die politie kun je vertrouwen. Want je weet, in die landen zijn er juist van die corrupte politieagenten die je juist niet kunt vertrouwen, want die vertellen het meteen door aan die pooier en dan word je extra hard bestraft. En dat gebeurt heel veel, dat vrouwen gewoon echt een happy smile opzetten. Zo van, ja, ik doe het vrijwillig. En dat stralen ze uit. Want aan het einde van de dag krijgen ze een pakslag van de pooier als ze niet genoeg verdiend hebben. Dus ja, schijn bedriegt in dit vak. En heel veel klanten denken ook van, nou, maar die vrouw lacht wel, dus ze doet het vrijwillig. Maar dat is niet het glimlach van vrijwilligheid. Hey! Paproei. Rustig. Ja, Anna was eigenlijk de eerste die naar me toe kwam met haar verhaal. En toen haar verhaal verscheen in het boek Man is door vrouw is goed. Dat boek werd meteen een heel groot succes. En werd blijkbaar door heel veel slachtoffers gelezen. Want opeens, ik ontving echt honderden e-mailtjes per dag. En heel veel waren van slachtoffers die zich in het verhaal van Anna herkenden. En die zeiden, ja, ik wil ook met je praten, ik wil ook een verhaal vertellen. En ik heb ook soortgelijke dingen meegemaakt. Ja, heel veel Nederlanders weten vaak helemaal niet dat dat echt speelt in Nederland. Ze denken, het gaat om incidenten en de pooiers worden gepakt en bestraft. Niks is minder waar. De meeste pooiers die zijn op vrije voeten. De meeste slachtoffers worden niet bevrijd. Dus ja, mijn enige boodschap is aan kijkers van, open je ogen. Mama. Mama, jij gaat zo te mooi. Ja, voor mij is het leven helemaal veranderd. Ik heb afgesloten, ik heb mij achter mij gelaten. En ja, dat was wel voor mij moeilijk, alle die jaren. Maar nu, ja, het is een ander leven voor mij. Ik heb gewoon ja, mijzelf gevonden, zonder te zeggen. Dus ik was zoals ik voorheen was. En ja, 12 jaar ergens achtergelaten. Dus dat bestaat wel, maar dat moet je wel van vechten.